De resortraad van Munder is een schoolpakkettenproject gestart om minder bedeelde kinderen tegemoet te komen. Een pakket bestaat uit een schooltas, schriften en schrijfgerei. Elk pakket heeft een waarde van 200 SRD. Het project wordt gefinancierd door de RR-leden zelf. Er zijn 20 RR-leden in het resort Munder, zegt secretaris Shailes Ramdin. Het is namelijk zo dat we een schooltassenproject hebben geïnitieerd. En het is dus zo dat we hebben voorbereid een schooltas compleet met inhoud. Er zijn een aantal items ter waarde van 200 SRD. En de RR-groep van Munder heeft dus bedacht om dan dat zelf ook te gaan financieren. Sponsoringen ging wat moeilijk en straks is de vakantie ook al voorbij. Dus we willen eigenlijk het project zo snel mogelijk uitvoeren. En dan de bedoeling is, elke RR-lid komt dus dan in met zo één zo'n tas die hij of zij zelf gaat bekostigen. En dan ieder gaat dan ook precies zo één of twee personen die in het resort woonachtig zijn, minder bedeelde gezinnen. We willen dus dan zo blij gaan maken met zo'n schooltas met inhoud dat het een beetje minder druk is voor de personen. Want we weten allemaal dat de economische situatie en met COVID dat het niet toelaat en het wordt steeds moeilijker voor de mensen. Ramdin is blij dat de hele raad enthousiast is over het project. De pakketten worden alleen in het resort Munder verstrekt. Het idee is geopperd door onze voorzitter, meneer Bississa, samen met mij. We hebben toen uitgewerkt en in onze laatste RR-vergadering afgelopen week hebben we dus gepresenteerd aan de mensen. En men heeft het dus goed ontvangen en vandaar dat we het dus gaan uitvoeren. Hebben gezegd, we gaan het in eigen middelen doen, dat we niet afhankelijk zijn in eerste instantie van sponsoren. Maar we denken, omdat we weten dat de vraag ook groot is, dat we graag een oproep willen doen via de media, dat als er ook andere mensen zijn die voelen voor dit project en dan hij of zij ook zo'n tas zou willen sponsoren, dus die 200 gulden, als dat aan ons toegekomen kan worden, dan willen we dus zo meerdere tassen hebben om meerdere mensen blij te maken. En daarvoor vragen de mensen dus ook contact te treden met de voorzitter op het nummer 857-7171 en dan kunnen we verder afspreken hoe en wat. Secretaris van de resortraad Munder, Shailes Ramdin, in gesprek met onze nieuwsdienst. De resortraad heeft besloten minder bedeelde kinderen in het resort tegemoet te komen met een schoolpakket.